Het ANEL-concern is van oorsprong gevestigd in Duitsland, waar zij in een poging om de krachten te bundelen haar vroegere bedrijfstak ANEL Bouwindustrie heeft omgezet en uitgebreid naar het huidige Xella International. In Nederland zijn door een aantal fusies en aankopen twee grote bedrijven ontstaan. Xella Nederland, zij leveren en produceren de producten Silka kalkzandsteen en Itung gasbeton. Daarnaast kennen we Xella Droogbouwsystemen, de Nederlandse producent en leverancier van Fermacell gipsvezelplaten en Fermacell estrichelementen. Deze Fermacell-fabriek is ontstaan in 1986. De PGM, de toenmalige provinciale Gelderse elektriciteitsproducent, nam in het kader van de nieuwe milieuwetgeving het initiatief om de zogenaamde zure regen aan te pakken. De zwavelverbindingen in de rookgassen binden zich aan het regenwater en vormen dan zwavelzuur, wat bijzonder slecht is voor het milieu. Door de zwavelverbindingen aan een kalkemulsie te laten binden en daarna te laten oxideren, ontstaat de grondstof gips. Het gips wordt opgeslagen in grote silo's en op afroep per schip aangeleverd bij de fabriek. In geval van calamiteiten kan het gips ook per vrachtwagen gebracht worden, zoals dat voorheen gebeurde. Met de bouw van een loskader met een opslagcapaciteit van 1800 ton, kan Xella de totale behoefte aan gips via de waterwegen laten aanvoeren. Per schip wordt er gemiddeld 1100 ton gips aangeleverd. Het lossen van het schip duurt gemiddeld 12 uur. Het gips wat geleverd is, moet eerst worden gebrand in de calcineerfabriek. Door een lange pipe conveyor wordt het van de opslag naar de plaats van bestemming getransporteerd. Een pipe conveyor is een transportband die zich, nadat het product erop geworpen is, omwoudt als een buis, zodat er geen vervuiling van de omgeving kan plaatsvinden en er bij slecht weer tijdens een transport geen regenwater bij het gips kan komen. Wanneer het gips in de calcineerfabriek is aangekomen, wordt het in twee fases gecalcineerd. Fase 1 is de voordroger. Hier wordt het vrije vocht uit het product gehaald. Doordat het calcineerproces in de loop der jaren flink is geoptimaliseerd, wordt er nu in de voordroger ook al een beetje gecalcineerd. Dat wil zeggen dat er ook al chemisch gebonden water wordt verwijderd, het zogenaamde kristalwater. Tijdens de tweede fase komt het gips in de calcinator terecht, waar het uiteindelijk gebrand wordt totdat het gewenste kristalwaterpercentage bereikt is. Voordat het gips in de silo's kan worden opgeslagen, moet het eerst nog gekoeld worden tot ongeveer 110 graden Celsius. De procesoperator controleert zelf om de twee uur zijn eigen product en mede aan de hand van deze testresultaten kan hij of zij het proces bijsturen. Had u de krant al gelezen? Dan begint nu zijn tweede leven. Er zijn flink wat oude kranten nodig om de gipsvezelplatenproductie bij te kunnen houden. Ook het papier wordt in twee fasen voor de productie voorbereid. Tijdens de eerste fase wordt het door een grote hamermolen versnipperd. Door de lucht getransporteerd en cyclonen afgescheiden, komt het in grote opslagbunkers terecht. Van daaruit wordt het gedoseerd naar vier zogenaamde slagmolens. Deze vermalen de snippers tot vezels, zodat ze uiteindelijk via een weegunit aan de materiaalstroom toegevoegd kunnen worden. Al het restmateriaal, zoals zaagmeel, schuurstof, het residu van de waterzuivering, afgekeurde platen, worden binnen het proces hergebruikt. De platen die niet aan de strenge kwaliteitseisen voldoen, worden eerst vermalen door een breker die de toepasselijke naam Dracula heeft meegekregen. Alle restmateriaalstromen komen in een silo bij elkaar en worden vermaald en opnieuw gecalcineerd. Via een weegunit wordt het aan het verse materiaal bijgesoupleerd. Dit kan zelfs tot 25% van de totale hoeveelheid grondstof, zonder de kwaliteit van het product nadelig te beïnvloeden. Als alles netjes is afgewogen, gedoseerd en gemengd, dan wordt het materiaal netjes gelijkmatig uitgestrooid op een strooiband. De snelheid van de strooiband is afhankelijk van de gewenste plaatdikte. Het materiaal is nu zover klaar dat het aangedrukt en voorbevochtigd kan worden, om vervolgens bij de waterdosering onder de douche te gaan.
Door middel van zuigkasten onder de zeefband wordt het water door de gestrooide mat getrokken. Nu is het de beurt aan de pers om de mat te persen tot de gewenste dikte. De pers beweegt zich over een soort spoorrails heen en weer. Hij perst tijdens zijn rit naar voren en gaat geopend vervolgens weer terug om precies op tijd weer aan zijn persslag te kunnen beginnen. Als het product de pers verlaten heeft, gaat het gips uitharden. De enorme en eindeloze plaat wordt met hoogdruk waterstralen op de bruto lengte en breedte gesneden. De band waar de plaat op uithardt is ongeveer 100 meter lang. Die tijd heeft het gips ook nodig om het uitharingsproces te voltooien. Om het overtollige vrije vocht uit de platen te laten verdampen, is er een 12 etage hoge en 60 meter lange droger geplaatst, waar het vocht geleidelijk uit het product wordt verdreven. Om een exacte dikte te garanderen en de plaat een strak uiterlijk mee te geven, worden zowel de boven- als de onderkant van de plaat geschuurd. Na het schuren worden de platen gemerkt middels een stempel waar alle kenmerken van het product op staan. Zo kan iedere plaat te alle tijden in de documentatie teruggevonden worden. De laatste bewerking die de platen meekrijgen is een oppervlaktebehandeling met een siliconaat, zodat de plaat na het plaatsen gemakkelijk met allerlei producten bewerkt kan worden, zoals verf, behang, sierpleisterwerk, granol of keramische tegels. De platen gaan nu het bufferstation in. Vanuit de centrale bediening van de zaaginstallatie kunnen de platen afgehaald worden om te worden verzaagd tot de gewenste mate. De zaaglijn is volledig computergestuurd en werkt tot op de millimeter nauwkeurig. Zelfs platen van 2,5 bij 6 meter behoren tot de mogelijkheden. Via stapelboxen worden de platen op pallets gestapeld, waarna ze naar de inpakstraat vertrekken om van een plastic krimproes of slechts enkele bandjes te worden voorzien. Om een goed kwaliteitsproduct te kunnen leveren, is er dag en nacht iemand op de kwaliteitsdienst aanwezig. Naast alle online metingen kunnen de operators altijd een beroep doen op de expertise van deze dienst, die naar een strak schema op bepaalde tijden een veelvoud van controles uitvoeren om de diverse productcertificaten te garanderen. De grootste afnemer van de platenfabriek is de Estrichlijn. Hier worden onze Estrich-elementen geassembleerd. Het Estrich-vloerelement is een koude, brand- en geluidwerend systeem bestaande uit twee op elkaar gelijmde gipsvezelplaten met een ondergrond van steenwol, houtvezel, geëxtrudeerd of geëxpandeerd polystyreen. Om ervoor te zorgen dat alle grondstoffen op tijd binnenkomen en alle producten tijdig bij onze klanten arriveren, werkt de afdeling logistiek met moderne software als SAP en Transporeon. Zo komt het dat Xella droogbouwsystemen ieder jaar weer 10 miljoen vierkante meter gipsvezelplaat en ruim 1 miljoen vierkante meter Estrich-elementen in de markt wegzetten.